Op de boulevard in Vlissingen werd vandaag de vierde editie van de Outrun CF gehouden. Een wandelevenement in het teken van cystic fibrosis, oftewel taaislijmziekte. Organisator Samantha Eysing was er dit keer niet bij. Ze overleed in juli dit jaar. Haar lege rolstoel maakte dat pijnlijk duidelijk. Haar ouders hebben de organisatie overgenomen. Als je goed naar mijn gezicht kijkt, dan zie je dat ik ongelooflijk tevreden ben. En super trots ook op alle mensen die inderdaad vandaag zijn verschenen. En zeker met het doel voor Samantha en ja, nog steeds cystic fibrosis, CF, CureFound. Samantha verscheen deze week op tv en internet met een oproep om toch aandacht te blijven schenken aan taaislijmziekte en mee te lopen met de Outrun CF. Dat leverde zo'n 90 deelnemers op. Ik denk dat de boodschap toch op een andere manier over is gekomen. En toch, omdat er een beeld en een geluid bij geweest is, dat het mensen toch meer geraakt heeft. En ook de boodschap wat duidelijker is. Aan het einde van de tocht werden 28 vlinders losgelaten. Want overmorgen zou Samantha Eysing 28 jaar zijn geworden.